Welkom bij Just Hobby. Ik vind eigenlijk alleen normaal gezien gameplay uit van verschillende games. Maar vandaag is dat iets anders, want ik wil proberen, nadruk op proberen, want dit is al take 8 ondertussen, voor films te gaan reviewen. Desalniettemin gaan er kunnen films zijn wat ik graag zie, maar ik ga namelijk altijd iets achterlaten voor de review, dat ik die kijk en dat ik die review. Liefst geen horror, maar als het moet, dan moet het. Nu, vandaag gaan we het hebben over Venom. Een gehypte film. Maar hij maakt de verwachtingen niet echt waar. Om te beginnen, de film begint pas te groeien na 50 minuten kijken. Nou, want dan leerde pas Venom te groeien kennen. Dan kreeg je hem ook pas te zien. In zijn volledige vorm. Dan nu aan de acteur die de Venom speelt, Tom Hardy. Ik ben eigenlijk wel een fan van. Daar ligt het niet aan. Hij kreeg een script in zijn handen. Dus dan die mensen kunnen niks verwijten, eerlijk gezegd. Allee, vind ik toch. Dan, er zijn wel grappige momenten, maar die horen niet echt op hun plaats, denk ik, als het om Venom draait. Nu, Venom is vrij sarcastisch en vrij. Ja, hij is niet de vriendelijkste in huis. Dan gaan we over naar de bad guys, bad guy eigenlijk, Riz Ahmed. Persoonlijk ken ik die acteur niet zo goed, maar ik weet wel dat hij me meegedaan in nu moet ik even nadenken, in Rogue One van Star Wars. Sorry, was even vergeten. Nu ik ken de acteur niet echt, maar hij speelt de rol ook wel overtuigend. Dus de rol van villain is niet echt gemakkelijk, omdat je moet daar een soort van ego bij uitstralen, een soort van ja, karakter trekken van hebben om de slechterik te spelen. Nu, hij deed het niet slecht. Nu, qua effecten, dat was er eigenlijk, ik kan niet zeggen los op, maar het ook niet slecht. Dus het was tussen de twee qua karakters, qua effecten, sorry. Dan zie ik het. Eerste review, woordbespreking. Help. Dus ja, de effecten zijn ça va, allee, wat dat mij betreft. Nu, persoonlijk geef ik de film een 5. Ik kan hem maximum 5,5 geven, omdat de film begint pas goed na 50 minuten. En ja, dat is eigenlijk mijn enigste minpunt, dat de film pas na 50 minuten begint. En er zijn een paar andere zaken die me ook storen, dus ja, gelijk. De humor. Dus de humor mag in een Marvel-film zitten, maar niet bij zo'n karakter. Venom is donker. Nu, ja, als je naar Deadpool gaat kijken, sorry dat ik die even bijhaal, die is ook donker en sarcastisch en dat is ook heel veel humor. Maar dat is Deadpool. Venom verwacht je juist iets anders. Nu, voor de rest vind ik het kritiek de film, maar er ontbreken een heel deel stukken in. Nu, ik hoop wel degelijk dat ze hem gaan voorstellen met acteur Tom Hardy in een van de komende Spider-Man films. Dat zou ik nu wel zien zitten. Maar ik vrees ervoor, want de film, ook al is hem vrij goed onthaald geweest in Amerika en andere landen, ik weet niet juist waar ze juist allemaal zijn gereleased in de afgelopen dagen. Maar persoonlijk, ik vind het geen waardige Marvel film. Venom, acteur goed, Riot, die Riz Ahmed speelt, ook niet slecht. Maar die riot ziet je ook pas op het einde van de film. Dus nog 10 minuten te gaan in de film. Je ziet een eindgevecht. En voilà. Dus ik persoonlijk. Ja, ik kan er niet verder over uitwerken. Want anders ben ik al over mijn limiet. Aan het gaan van mijn 6 à 7 minuten. Want ik zit nu al aan 5 minuten, bijna.
Dan, ja, weet je, een 5,5 max rating. En dan, ja, ik kan tot slot, dat was dan eigenlijk voor de review. Tot slot ga ik proberen toch voor iedere zondag een review te geven. Tot nu toe gaan er alleen maar zijn die dat, ja, die dat ik wil reviewen, die ik ga reviewen. Ik heb een hele lijst van films op mijn computer staan. Dan, ja, normaal gezien, dus iedere zondag ga ik dat proberen te doen, brullen. En ja, tot slot, ja, ik zend ook nog gameplay uit, dus dat gaat ook zijn van maandag wordt er gameplay geüpload. Wij proberen toch woensdag en soms vrijdag. Maar sowieso maandag en woensdag gameplay en zondag filmreview. Nu, ik hoop dat je dat deze iets vond. Want voor mijn eerste keer, ik vond het zelf ça va. Niet slecht, niet goed. Nu, ik zou ook wel zo'n symbiote willen. Maakt niet uit welke. Maar ik vrees ervoor dat dat alles behalve goed gaat komen in mijn geval. Daarmee zeg ik nu de groeten. En ik hoor jullie, of ik zie jullie, of jullie volgen mij op YouTube, Instagram of Facebook. Peace!